elke keer Koninginnedag gedaan. En ik zou er ook niet aan moeten denken dat ik er niet zou staan. Dus ook al zou ik op het kleinste podium staan, dat zou ik nog doen. Nee, is gewoon te gek. Maar nu vanavond ben je eigenlijk toch de uitsmijter, hè? Dat is helemaal geen klein podium meer. Nee, daar heb je wel gelijk in. Ik vind het ook best wel spannend. Ben ik best wel een beetje nerveus. Nee, ik vind het hartstikke gaaf. Ik vond het heel cool, echt een eigen persoonlijkheid. En muziek is ook tof. Ze is wel spontaan en ze heeft wel leuke liedjes, vind ik. Ze heeft er gewoon overal schijt aan. Ze zingt wel goed, maar ik vind de stijlmuziek niet leuk. Spontaan, Haags, vrijgevochten. Volgens mij is ze wel een meisje dat zich niet veel van anderen aantrekt in ieder geval. Dus dat het niet boeit, haar niet boeit wat iemand van haar vindt, zeg maar. Ik vind het een beetje alleenheerser is op dat gebied van muziek in Nederland. Omdat zij de enige is als vrouw die dat zo uitbrengt. Welkom bij een nieuwe Westpop. Een Westpop die is gewijd aan een van de meest bekende Haagse artiesten. En aangezien we al een tijdje niets meer van haar gehoord hebben, is dit een uitgelezen moment om eens stil te staan bij haar indrukwekkende carrière. Inderdaad, we hebben het over Anouk. Tell me about her. I'm sorry for the times that I made you scream, for the times that I killed your dreams, for the times that I made your whole world rumble, for the times that I made you cry, for the times that I told you lies. Ik had 2 jaar geleden een verbouwing hier in huis. Aannemer die zei dat hij een vriendinnetje had die Anouk heet en die heel erg goed kon zingen. En, we speelden toen een theatershow in Zoetermeer en toen kwam die met haar op de proppen en ze zag er zo fantastisch uit. En we dachten van nou, als dat ook nog kan zingen dan wauw, weet je wel. En de volgende dag stonden we op het plein en die muts die trekt de mouw open en ik dacht echt van holy fuck, echt een tornado, weet je wel. Ik moet je eerlijk zeggen dat ik niet onwijs gezellig ben. Normaal ben ik iets gezelliger, maar ik ben helemaal weg. Ja, ik ga mijn kont filmen. Echt waar? Het is helemaal niet zo mijn gat in de kont. Doe maar niet. Het is gewoon echt een beest. Gewoon. En zolang dat beest de kans krijgt om naar buiten te komen, is het... Dat is volgens mij haar stijl gewoon. En ze kan ook heel mooi ballads zingen en zo. Ze heeft een nummer op de CD Sacrifice bijvoorbeeld. Nou, dat is... Ja, als ik daarnaar luister, dan krijg ik nog steeds echt wel kippenvel op mijn ballen. Gewoon echt, om het maar gewoon heel netjes te zeggen. Who's the one that makes you happy? Who's the one that always makes you laugh? Who's the reason you were smiling? Drag you through this time so rough. I was the one that made you happy. I was the one that is the pain. But I'm the reason that you cry. By the rain, you can sacrifice me. You can sacrifice me. You can set me free. You can be. You wanna be.
sacrifice me, sacrifice me. You can be who you wanna, you can be who you wanna be. Maar het overvalt me zoveel. Het zijn zoveel mensen. En, nee, tuurlijk. Ja, is te gek. Honderdduizend is platina. Maar ik denk dat ons succes in die 8-9 maanden toch nog verder gegaan is. Vandaar dat ik er nog eentje voor je heb. Namelijk, dit is de platina. Hier is de dubbel platina voor 200.000 plus. Nee, dan gaat het allemaal hartstikke razendsnel. Met jou kan je daar nog wel een beetje van genieten. Heb je daar nog wel tijd voor? Nee. Nee, ja. Ik moet af en toe wel een beetje gewoon... Ik moet wel tegen mezelf af en toe zeggen van even wat rustiger aan. En denk even goed van hoe leuk je het nu hebt en hoe speciaal alles is. Maar ik moet wel zeggen dat ik daar snel overheen wals. Omdat het zo veel is en zo druk. Dat het al sneller niet leuk is dan dat ik er echt van geniet. Dat is wel eens jammer. Dus ik moet me af en toe wel eens flink even in mijn been knijpen en zeggen van nu even ervan genieten, ja. En ik zou er ook niet aan moeten denken dat ik er niet zou staan. Dus ook al zou ik op het kleinste podium staan, dat zou ik nog doen. Nee, is gewoon te gek. Maar nu vanavond ben je eigenlijk toch de uitsmijter, hè? Dat is helemaal geen klein podium. Nee, daar heb je wel gelijk in. Dit is ook best wel spannend. Ben ik best wel een beetje nerveus. Nee, ik vind het hartstikke gaaf. It's so hard, it's so hard.
nu eigenlijk al gevaarlijk aan het worden. Dus het kon niet een kwartier of 20 minuten nog langer doorgaan, want dat had onverantwoord geweest. Ik had heel graag op Koninginnedag willen staan, maar dat mag weer niet voor de tweede keer. Dus ik denk het voorlopig niet meer, nee. Nee, helaas. Want Amerika? Waarschijnlijk eind dit jaar. Sluiten we het tijdperk Together Alone af. Dames en heren, ik nodig u uit om te luisteren naar een zevental songs van Anouk's Urban Solitude. Ik vond het onwijs gaaf. Ja, ik vond het echt onwijs gaaf. Ik had eens gedacht dat ze live gingen spelen. En dat bleek dus van niet. En uiteindelijk vind ik het echt onwijs kicken geworden. Een trotse manager? Ja, heel trots. Ja, heel erg. Ik vond het heel erg gaaf vanavond. Het was weer eens wat anders, hè? Ik was sowieso heel nerveus, want ik was eigenlijk bang dat de film zou spaak lopen. En dat er in één keer dat er iets mis zou gaan. Maar ik heb gewoon genoten, weet je, nu is het een keer mijn beurt om er naar te kijken en ervan te genieten. Ik vond het echt te gek. Ja, maar ik heb er ook hard aan gewerkt, dus ik ben zo blij dat alles goed is gelopen. Nou, ik vond de muziek ook fantastisch, ik vind de echte plaat heel erg goed klinken. Erwin Musper, die die heeft gewoon nog echt een hele goede job gedaan. Hij is net zo goed als die vorige plaat. Dat noemen jou toch eigenlijk wel altijd de ontdekker van Anouk. Ja. Ben je trots? Heel trots, ja, absoluut, tuurlijk, ja, ja. Was het moeilijk om een opvolger te maken van Together Alone? Eigenlijk vond ik het niet zo moeilijk. Volgens mij vond iedereen het om me heen wel heel erg moeilijk. Want iedereen vroeg het ook van, jeetje, ben je niet nerveus? Maar weet je, vanaf het moment dat Together Alone uit was, zijn Bart en ik al steeds gaan schrijven. En ik denk, vlak daarna waren we de eerste keer alweer aan het schrijven. Toen kwamen we met 3 nummers. En toen die 3 klaar waren, had ik al zoiets van, dat komt goed. Ja, het klinkt heel erg blasé of zo, maar dat had ik echt. Ja. Ik heb me echt geen minuut zorgen gemaakt over het tweede album. Nou, we zijn dus nu, is het dus 29 februari en ik sta hier in het toilet van de Dr. Anton Philipszaal mezelf op te maken. Je ziet wat voor een kliederboel ik er ook van maak. Ik ben er eigenlijk ook heel erg slecht in, maar goed. En hartstikke druk met de nieuwe tour, de Tour Nedo. Heel erg gezellig, erg gaaf, erg vermoeid ook, kijk maar hoe bleek ik ben. Ik mag ook wel eens een zonnebankje gebruiken.
van de week. En, ik ben gewoon van hot naar her aan het reizen en zo. Lekker vorige week nog Utrecht, Vredenburg. Dat is ook helemaal te gek. En ik hoop dat het gewoon een ontiegelijke, gezellige en gave avond wordt vanavond. Maar, hier, Ketan, dit is toch vreselijk. Maar daar vertrouw ik wel op. Ik denk dat het heel erg leuk gaat worden. Nou, dit is wat ik dus vanavond draag. En dat komt niet echt veel voor dat ik inderdaad in een rokje loop of zo. Maar dat is, ja, het is een beetje uniform. Een beetje schooluniform. En dan met kousen en zo. En hele nette schoenen. En ja, ik dacht ik ga gewoon eens heel wat anders doen. Weet je, ik doe eens in plaats van een genieten wijde broek of zo. Probeer ik maar eens wat iets vrouwelijkers aan te trekken. Off stage, I'd be totally calm. Doesn't it like? Isn't like cathartic though? Like when you sing, doesn't it really kind of like mean something to you? Because we hear it and it means something from us. Well, actually, it does. But you know, I have a hard time to. When I'm on the stage by myself, everything is okay. When I'm surrounded with people, yeah, I have this a hard is kind of weird, right? You know. But when you come off, you seem like really cool. Like I saw you like what 10 minutes after you came off stage. I was like, how you doing? You were like, I'm all right. You know, I was like, that's cool. Because normally some people would be like. You have an attack of the women. Really, you're from Danae? Yeah. I love this place. My second, third time here, really. Okay, I don't like it at all. No? You come to move to New York, maybe? Well, I live there, but... Yo, I can give you a lot of street credibility. They sent me back. They sent you back? Yeah. You're hanging with the wrong people. Well, with the wrong record company, I think. Yeah, I know how you feel. Love.
It's only me.